bij deze gloednieuwe update video. Dus eigenlijk niet echt een update video, of ja, ook een beetje wel. Zoals jullie in beeld zien, zaterdag en zondag is er geen stream. Dus dat is met andere woorden, 13 en 14 oktober is er geen stream, omdat ik weer naar Gameforce ga. Ik ben vorig jaar ook naar Gameforce geweest. Het was super nice, het was super leuk. Ik heb heel veel games kunnen testen daar. Heel veel andere games gezien en zo. Dus ik vond het echt wel leuk voor te doen. En deze jaar ga ik natuurlijk weer. Deze keer ga ik denk ik wel alleen gaan. Of ja, is er niet echt iemand. Ik denk niet dat mijn zus gaat. Of ja, mijn zus kan misschien gaan. Maar ze gaat zelf met haar eigen auto. Ik ga ook met mijn eigen auto nu. Omdat ik natuurlijk een eigen auto heb. Vorig jaar hangde ik af van mijn zus natuurlijk. Maar deze keer ga ik gewoon zelf volledig. Ik heb 2 tickets gekocht. Zowel voor de zaterdag als voor de zondag. Ja, de zaterdag zal het vooral voor mij wat games bekijken zijn. En zondag komt een van de mensen van TeamSpeak langs. Ook naar Gameforce, omdat die vorig jaar ook geweest is. En zal ik hem waarschijnlijk weer meeten. Dus jongens, zoals dat weten jullie zeker en vast. Zaterdag en zondag ben ik niet live. Vrijdag ben ik wel weer live. Weer ook met Porto West Velika natuurlijk. De map zit er weer opnieuw in, omdat het een superleuke map geweest is vroeger. Ik heb net trouwens de video van vorig jaar teruggezien. En toen zat ook Porto West Velika erin. Dus het is 2 keer achter elkaar dat Porto West Velika er natuurlijk in zit. En ja, wat er vandaag of wat er die dag allemaal gaat gebeuren is ja heel veel waarschijnlijk ook weer. En maandag, dus vrijdag en maandag ben ik wel weer terug live met een nieuwe stream natuurlijk. Met wat weet ik nog niet van de maandag voor, ja, ik weet nog niet hoe dat gaat zijn de zondag. En normaal gezien ben ik ook maandag al aan het werk. Als mijn papieren in orde komen voor van de week nog, voor jullie dan maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Voor deze video komt vrijdag online normaal gezien. Waarschijnlijk ga ik de maandag weer aan het... Of ja, waarschijnlijk zal ik maandag wel aan het werk zijn. Ik moet juist nog wachten op een aantal papieren. Dus dat weten jullie alvast. Ik ga sowieso jullie meer op de hoogte houden. Als ik aan het werk ben en als ik nog live kan de maandag of niet. Maar dat weten jullie vast op mijn social media. Vergeet zeker mijn social media niet te checken. Natuurlijk MattGaming01 op Twitter. En MattGaming op Facebook, de MattGaming groep. Daar kun je altijd alles achterlaten. Je kunt ook vragen achterlaten via een bericht. Meestal reageer ik erop. Niet altijd, maar meestal wel. Dus hou zeker mijn 2 Twitters in de gaten natuurlijk. En natuurlijk ja, mijn YouTube kanaal en mijn Twitch kanaal ook. Het zou super nice zijn als jullie daar ook even op subben en op like en op followen natuurlijk. Dus jongens, jullie weten het. Zaterdag en zondag 13 en 14 oktober ben ik niet live. Maandag 15 oktober ben ik wel weer live. En 12 oktober ben ik ook live. Dus hopelijk ga je ervan uit van deze nieuwe video. Hopelijk zie ik hem graag. De volgende keer terug bij een nieuwe video of stream. En ik zou zeggen natuurlijk. Dan zeg ik natuurlijk voor nu. Zoals altijd. Bye. Bye.